Maandagavond speelde NEC tegen FC Os. De Nijmegenaren wonnen met 2-1 en profiteerden zo optimaal van het puntverlies van Fortuna. Pepijn Leinders, gefeliciteerd. Hoeveel jaar ouder ben jij geworden in die laatste paar minuten? Niet veel ouder. De laatste weken ben ik ouder geworden. Hoe verklaar jij het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Ik heb het idee dat jullie de tweede helft er veel meer op klapten. Nou, ik denk dat het is gewoon een lastige ploeg. Omdat je weet dat ze gevaarlijk zijn in de counter, dus je moet niet te snel forceren. Waarom? Omdat dat zorgt voor meer ruimtes. Dat zag je ook tweede helft. Op het moment dat hun opportunistisch gingen spelen en wat sneller diepte, dat wij meer vooruit gingen, ja, daar komt er ook gewoon veel meer ruimte. Dus we wilden geduld opbrengen. Vaak de bal van kant verwisselen, maar dan wel risico nemen, zodat we goed staan in de restverdediging. Dat is wel aardig gelukt. Zeker is de helft gewoon heel volwassen, heel dominant. En dan heb je gewoon niet één keer over de middenlijn. Hè? Je had twee wissels doorgevoerd in de basisopstelling. Van der Pavert en Jansen mochten weer beginnen. Hoe hebben ze dat ingevuld volgens jou? Goed, ja, absoluut. Op het moment dat Kevin echt achter een spitsen ging spelen en wat meer positioneel bleef, toen kregen we vaker sneller dat ik van kant wissel. Ted ook. Ted heeft natuurlijk linkerbeen, kan instappen. Werd ook vrijgelaten door hun, dus daar moesten we ook gebruik van maken. Je hebt nog een paar lastige wedstrijden voor de boeg, maar je hebt alles wel weer in eigen hand. Wat doet dat met de ploeg? Wat hebben jullie net gezegd tegen elkaar in de kleedkamer? We hebben continu vertrouwen gehad. We hebben continu gezegd, dit wordt pas beslist in alle allerlaatste. En het eindresultaat telt. En iedereen die anders vindt en anders praat en anders doet. En dat is hun probleem, niet ons. We moeten echt vertrouwen hebben, want wij moeten doen, snap je? Dus, en gewoon continu analyseren wat gaat er goed en wat gaat er minder goed. En er zijn gewoon heel veel dingen die in de wedstrijd die we verliezen gewoon ook heel goed gingen. En we waren altijd dominant, we hadden altijd meer kansen, we hadden altijd meer verdiend. Uiteindelijk niet gekregen. Ja. Dan kun je wel heel... Je mag nooit opgeven, snap je? Maar ja, nu ook moet je gewoon ook weer heel realistisch zijn en het ploeg gewoon goed voorbereiden. Het enige voordeel is dat er nu 3 dagen tussen zitten. Top, dankjewel. Ja.